Volop leven in de ruimte vandaag. Geweldig. En ik wens jullie heel veel plezier. En ik hoop ook op veel bezoekers. Het wordt mooi weer vandaag. Het kan eigenlijk bijna niet missen dat er heel veel mensen opkomen. Veel plezier allemaal. En nogmaals dank voor de organisatie. Het is geweldig dat er allemaal gebeurt. Er wordt even een kleine demonstratie knippen gegeven waar een slachtoffer in de auto zit. Slachtoffer is volgens mij bewusteloos. De man met een groen hesje, dat is de bevelvoerder, die regelt eigenlijk in samenspraak met het ambulancepersoneel hoe het gaat gebeuren. In overleg met het ambulancepersoneel gaat inderdaad het dak eraf. Het slachtoffer gaat op de redplank en dan wordt hij overgedragen aan het ambulancepersoneel en dan zit eigenlijk ons klusje erop. Dan is het nog even een keer kijken of hij hier brandstof lekt, accu weer loshalen en voor de rest eigenlijk helemaal niets meer. En een van de onderdelen van dat programma is natuurlijk dat karakter. En dat wordt getest met behulp van oefeningen. En vandaag gaan wij u een aantal van die oefeningen laten zien. Dat heet bij ons de africhting. Ja, goed zo. Heel goed opgevangen. Prima. Heel goed. Laat me los. Kijk eens. Nou, dan brengt ze de mouw wel naar Martijn. Mooi spelletje, hè? Oké. Heel goed. Oh. Jo. Nou, was dat gaaf? Goed zo. Ja, jongens en meisjes, nog steeds kunnen we natuurlijk, kunnen u zelf ervaren hoe het is om te knippen met gereedschap wat de brandweer gebruikt. Wat kan zo'n apparaat nou? Hoeveel kracht zit daarin?